Radio Willekeur. 100% improvisatie. Bij Jinx bij Radio Willekeur hebben we natuurlijk ook altijd een band van de week. En deze keer, ja, hele jonge, leuke, lieve gasten, Danny en Michiel. Hoi. Hey. Jullie zijn 6 jaar oud. Ja, nee, 4 jaar oud, sorry. En 4 jaar en 6 maanden. Ja. 4 jaar, dus bijna 5. Bijna 5, heel goed. Op de helft. Maar ik ben 2 dagen ouder, wil ik even zeggen, hoor. Zo, maar over 2 dagen ben ik net zo oud als jou. Ja, maar... Huh? Maar goed, jullie komen een liedje zingen over iets wat jullie elke dag het allerleukste vinden om te doen. Ja. Spelen in de waterbak. Ja. In de waterbak. De waterbak op de kleuterschool. Ja, de sluisjes. Ja. Heel leuk is dat. Die sluisjes en dan, soms mag je ook zand meenemen en zelf dammen bouwen. Voel ik me net een otter. Nou, wat leuk. Dat is natuurlijk ook de titel van het nummer. Soms voel ik me net een otter. En hoe jullie dan allemaal spelen in de waterbak. Ik zeg Danny en Michiel. Willen jullie zelf nog zeggen wat voor genre het is? Of horen we het wel? Wat is een genre? Wat gek woord. Ik ben 4. Dan horen we... 6 maanden. Bijna 5. Hoi. Lekker spelen, de fantasie waar ik mij in baande. Handen in het water, sluisjes bouwen op mijn 4 jaar en 6 maanden. Ik weet nog dat ik binnenkwam op de eerste dag, de eerste klas. En met zo'n grote waterbak leek het wel of ik in de hemel was. En het was de hemel niet, het was een kinderopvang. Lekker vergiepen en opgesnotten. Maar toen zag ik die waterbak en dacht ik, hier ben ik net een otter. Ik ben net een otter, ja, ik heb zoveel plezier. Ik ben net een middelgrote zee- en landdier. Ik ben een otter en ik bouw een dam. Dan zeg ik aan het einde van de dag, oh dam! Ik ben een otter, ik voel het van binnen. Dus ik ga nog nieuwe dingen voor mijn otterschap verzinnen. Oh, ik weet zeker dat mijn leven nog wacht. Ik heb me ingesmeerd met lijm en haar, ik heb nu een vacht. Rest. Ik heb ook op de tanden, wordt er flink mee gepest. Maar dan zullen ze snel bedaren. Ik voel wel waar ze zijn met mijn otterslaar. Ik voel me net een otter. Ik ben een otter nu. Mensen worden steeds botter en cru. Ik ben een otter. Ik ben een otter van nu. Ik voel me rotter wanneer ik niet spelen kan in de. Ik ben een otter, ik ben het geweest. Ik voel me gewoon een leuk beest. Maar voor een otter, oh, is het niet leuk om te belanden. Ik heb mijn veterstrikt diploma niet gehaald, want ik heb geen handen. Ik ben een otter, ik ben geweest in Harry Potter. Wauw, Danny en Michiel. En wat de mensen natuurlijk niet zien, maar wat leuk is om te benoemen. De hele tijd zoals otters dat doen, hebben jullie ook de handjes vastgehouden. Wat ontzettend schattig. Heel leuk dat jullie er waren met de nummer Ik ben een otter. Radio Willekeur. Radio. Radadadadadio.